Ik daag jou uit. Kan jij de video sneller liken dan dat ik de kleur van het papier verander? Ik ben sowieso sneller. Let's go! Je zou zeggen dat dit heel makkelijk wordt. Het thema is namelijk koe. Nou ja, niet om het een of ander, maar als ik denk aan een koe, dan denk ik aan een koe. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, iedereen weet hoe een koe eruit ziet. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, dit zou in principe een makkie moeten zijn, toch? Oh. Waarschijnlijk had ik dat niet moeten zeggen. Dat is een beetje te vergelijken met zeggen, dit kan niet fout gaan. Waardoor het leven zo is van, echt wel. Heeft een koe oren? Heb ik dat nou echt net gevraagd of een koe oren heeft? Ik twijfel er serieus over. Of heeft een koe horns? Omdat ik het niet zeker weet, maak ik er ook gewoon horns bij. Oh my gosh. Ik was nog aan het opscheppen. Iedereen weet hoe een koe eruit ziet. 2 seconden later weet ik niet eens hoe een koe eruit ziet. Oké, ik weet in ieder geval wel dat een koe hoeven heeft volgens mij. Dus zoiets. Nou, ik vind dit een goede koe op zich. Maar ik vraag me wel af of anderen dat ook gaan vinden. Misschien had ik er iets meer moeite voor moeten doen of zo. Maar weet je wat het is? Ik joinde dit spel toen het al begonnen was. Dus ik had minder tijd dan de rest. Nou, weet je wat? We geven hem nog even een tongetje. En dan is onze koe helemaal af. Ik zou het bijna zijn vergeten om een poepje te maken. Nu is die af. Dit is geen koe. Oké, dit is. Ja, sorry. 1 ster. Ja, de beste koe ter wereld. Dit is een koe met gele uiers. Nooit gezien. Wel origineel. 2 sterren. Dit is wel echt een schattige koe. 3 sterren. Wat hebben mensen met gele uiers? 1 ster. Waarschijnlijk ben ik laatste geworden. Ik sta er niet eens tussen. Dat heeft gewonnen van mij. Oké, dit is niet zo heel handig. Ik ben gejoined terwijl de ronde nog maar 1 minuut duurt. Dus ik ga voor iets heel makkelijks. Het thema is namelijk verdrietig. Dus kijk, ik bedoel, het is echt de meest makkelijke tekening die er is. Maar hoe je het ook went of keert, ja, dit is natuurlijk best wel verdrietig. En dan doen we een gebroken hartje erbij. En ik heb gewoon nog 1/2 minuut over. Oh, deze persoon heeft een beetje hetzelfde gedaan. 2 sterren. Hey, daar hebben we die van ons. Iemand heeft een zielige smiley getekend en DutchTuber erbij geschreven. 5 sterren. Nee, sorry. 1 ster. Nee, weet je, 3 sterren. Oh, deze is echt zo zielig. Ik word er zelf verdrietig van. 1 ster. Ik ben echt heel benieuwd wie er heeft gewonnen. Wat? Ik ben gewoon 2e en Baconair is 1e met dat. Ik kom er trouwens net ineens achter dat hier gewoon een winkel is. Het thema is octopus. En ik haal octopus en inktvis altijd door elkaar. Terwijl het zijn 2 totaal verschillende dieren. Ben ik de enige? Oké, ik heb best wel een idee hoe ik deze ga maken, denk ik. Dit worden zeg maar die zuignappen. Dat is een octopus toch? Voordat ik ineens een inktvis teken. Ja, volgens mij is dat een octopus. Dit zijn die zuignappen. En dan gaan we hier de schattigste octopus ooit van maken. Zullen we dat de challenge van vandaag maken? Dat ik maar 1 minuut heb om te tekenen. Want op een of andere manier ben ik nu al klaar. En ik heb het in minder dan 1 minuut gedaan. Maar laten we er dan een aantal details aan toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een aantal visjes. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Details zorgt er soms voor dat je wint. Nou, de visjes geven we gewoon makkelijke oogjes zo. En laten we dan een beetje zeewier toevoegen. En hier nog een beetje. En nu we toch bezig zijn, laten we een aantal van die belletjes erbij maken zo. Nou, om eerlijk te zijn, ik vind deze heel leuk. Dat is hoe ik kijk als ik een onverwachte toets moet maken. Oh, wacht. Je kunt allemaal emotes kopen die je dan kunt gebruiken als je hebt gewonnen of verloren. Wat is de allerduurste? Dat is de godlike. Daar ga je zweven. Dit is misschien wel de domste aankoop die ik ooit heb gedaan. Maar ik hoop zo dat we gaan winnen dat ik hem gewoon koop. En wij zijn als 1e aan de beurt. Dat kan goed of slecht zijn. Ik hoop goed. Wat is dit? Dit lijkt wel een augurk. Weet je wat? 5 sterren. Nee, sorry. 1 ster. Reageer augurk als je de video nog steeds kijkt. Dit lijkt meer op een kwal, maar hij is blij. 2 sterren. Dit lijkt een beetje op dat karakter uit de Garden of Banban. Stinger Flynn heet hij volgens mij. Die vind ik eng. 1 ster. Sorry. Oh, deze is zo tof. Deze krijgt gewoon 5 sterren van mij. Blije octopus. 2 sterren. Mogen we onze emote gebruiken? Ja, moet je kijken. We zweven. Is dat Freddy? Heeft Freddy de augurk getekend? Weet je wat? Ik ben blij. En weet je wat? Ik heb een leuk idee nu we toch aan het wachten zijn. Ik heb nog 570 muntjes. En blijkbaar kun je ook allerlei effecten halen. Wij gaan voor de groene rook. Oké, de tijd gaat nu in. Het is 1 hoorn wat we moeten maken. Oké, wacht. Ik denk dat ik dat op zich wel kan. Ik ga gewoon even beginnen met een soort van schets. Het ziet er nog niet uit, ik weet het. Maar we gaan het ook nog allemaal bijwerken. Als ik denk aan een 1 hoorn, dan denk ik aan 1 hoorn. Schattig oogje erbij. Oké, dit is eigenlijk nog best wel heel lastig. Kijk, het moeilijke aan een 1 hoorn is, die heeft natuurlijk allerlei soorten kleuren haar. Dus die moeten we heel snel tekenen. Beetje geel erbij, beetje rood en een beetje roze. En dan tekenen we hier zo een soort van ster. Oké, ik ben in principe nu klaar. Maar toch ga ik nog eventjes verder. Hoe kunnen we deze 1 hoorn nou beter maken? Staart afmaken. Sowieso wat wolkjes erbij. En misschien confetti. Als we nou gewoon in elke kleur allemaal stipjes doen op deze manier. En daarover gesproken, laten we een taart maken. Dan gaan we voor een soort van aardbeientaart. Doen we zo. Met dan allemaal van die aardbeitjes erop. En dan met een vuurtje eraan. Kijk eens aan. Ik vind het best goed gelukt. Oh, hier heeft iemand een feesthoedje gemaakt. 2 sterren. Oké. 1 ster, sorry. Oh, deze is leuk. DutchTuber. Fun. Hey, met een 1 hoorn deze keer. Dus nu mag ik het wel meerdere sterren geven. Hier hebben we onze 1 hoorn. Ik vind hem leuk. Maar hebben we gewonnen? We hebben gewonnen. Waarom lijkt het alsof we een scheetje laten? Misschien was dat niet het meest handige effect. Maar omdat we gewonnen hebben, wil ik het duurste effect halen. De tornado. Oh my gosh, dat meen je niet. Dat gaat heel erg duur zijn. Maar ik doe het. Ik heb het volgende thema gekozen. En dat is marionet. En voor als je niet weet wie dat is, ik vind het misschien wel het meest enge karakter in Five Nights at Freddy's.
Oké, hoe gaan we die tekenen? Ik denk zoiets. En dan moeten we volgens mij een soort van masker daar overheen maken. Oeh, deze kan nog echt wel een beetje lastig worden. Ik heb hier niet echt over nagedacht. Maar we zijn eraan begonnen. Dus in principe is er geen weg meer terug. Ja, marionet is eigenlijk gewoon een soort van pop. Het zegt het al, een marionet. En dan heeft ze volgens mij dit zo aan deze kant. En het enige wat we dan nog moeten doen zijn een aantal streepjes maken hier. En dan hebben we eigenlijk marionet af. Behalve nog een aantal knoopjes hier in het midden zo. En ik vind eigenlijk ook dat we even een soort van handen moeten maken. En ik weet niet waarom, maar ik denk dat ze van muziek houdt. Dus we maken er een aantal muzieknoten bij. En ik merk grappig genoeg altijd dat mensen dat wel waarderen. En het is klaar. Behalve de voetjes nog. Zo, nu is het echt klaar. Oh, iemand heeft mij getekend. Ik ga gewoon 5 sterren geven. Eigenlijk mag dat niet, want dit is niet het onderwerp. Maar dit is gewoon zo super lief. Ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk best wel eng vind. Kunnen we in ieder geval in de top 3 belanden? Yes! Ik ben eigenlijk voor de eerste keer blij dat ik niet heb gewonnen. Want ik heb een soort van wel gewonnen, want ik sta op die tekening. Is dat logisch? Als je de video nog steeds kijkt, reageer dan panda. Oké, dit kan serieus nog wel eens lastig worden. Het thema is Boxy Boo. En voor als je het niet weet, Boxy Boo, dat is eigenlijk een Poppy Playtime karakter. En hoe kan ik het beste uitleggen? Ja, het is speelgoed, maar dan eng speelgoed. Laten we het daarop houden. Nou, die heeft natuurlijk hele scherpe nagels op deze manier. Ik ga het al niet meer binnen de minuut halen, want ik was iets te laat. Voor deze heb ik namelijk even een plaatje nodig, dus die moest ik erbij pakken. Nou, hier krijgen we de voet van Boxy Boo en hier de tweede. Ook daar zitten hele scherpe nagels aan. En dan hetzelfde aan deze kant. En dan wordt het nu toch een soort van lastig, want het moet lijken alsof hier een gat zit. En alsof daar dan het hoofd van Boxy Boo uitkomt. Maar op zich, en nu krijgen we natuurlijk het lastigste nog, namelijk de scherpe tanden uit de mond van Boxy Boo. Ik moet zeggen, ik vind eigenlijk dat deze best wel goed is gelukt. Dan hebben we hier de ogen. En Boxy Boo die heeft best wel moeilijke ogen om na te tekenen. Het is namelijk eerst dit en dan nog een keer dit zo in het midden. En eigenlijk is Boxy Boo best wel een beetje fluffy. Dus we moeten even een beetje van het effect geven alsof het echt een beetje een knuffelbeertje is. Die je liever niet wil knuffelen. Oh ja, en er zit inderdaad nog zo'n soort van hendel aan waarmee je hem kunt opwinden. En ook Boxy Boo geeft mij het idee alsof hij van zingen houdt. Dus ik ga weer die muzieknoten doen. Dat is echt een beetje mijn ding geworden bij elke tekening. En dan schrijven we hier onder Boe. Perfect. Dit is gewoon letterlijk een doos. Sorry, 1 ster. Hè? Dit is een persoon. Sorry. 1 ster. Ik heb geen idee wat dat is. Hey, daar hebben we Boxy Boo. Ik vind hem best wel goed gelukt eigenlijk. Wow. En weer heeft deze persoon DutchTuber erbij geschreven. Kunnen we in de top 3 belanden? No way. We zijn eerste. En die tornado trouwens, daar heb ik 1000 Robux voor betaald. Dat was het niet waard. Maar wel leuk. Ik vind dat wij een nieuwe pet verdienen. We hebben namelijk nog 5000 muntjes. Oh, ik wil eigenlijk de eenhoorn, maar die is 10.000. En weet je wat? Dan koop ik de papegaai. Die vind ik ook wel tof. Heb jij een leuke naam voor de papegaai? Reageer het dan hier beneden. Het thema is cupcake. En ik heb een best wel origineel idee al, zeg ik het zelf. Ik ga namelijk de cupcake maken uit Five Nights at Freddy's. Degene die altijd meegaat met Chica. Om dat te doen hebben we een soort van dit nodig. Denk ik. Oké, dit lijkt er al wel op hoor. En de cupcake die staat bekend om zijn grote tanden aan de zijkant zo. En dan heeft hij van de ogen een beetje zoiets. En dan weer dit er zo in. En dan daarin weer een soort van oranje. En dan daarin de pupillen. Zoiets. En wat dan echt onmisbaar is, dat is het kaarsje. En dat ziet er dan een soort van zo uit met streepjes erin. En dan wil ik het nog een klein beetje extra textuur geven, als je dat zo noemt. Dus ik ga er wat van die stipjes bij doen. En weet je wat? Die staat dan op een bordje. En dat bordje wordt vastgehouden door Chica. Dus ik hoop dat dat er een beetje op lijkt zo. En ik hoef jullie niet te vertellen wat mijn stijl is. Er gaan altijd een aantal muzieknoten bij. Als we nu nog een keer winnen, hebben we volgens mij bijna alles gewonnen. Oeh. Hé, maar we zijn derde. Dat is niet slecht. Abonneer voor meer en adios.